Ik heb eigenlijk redelijk op het onverwacht mijn Fujifilm X-E2 verkocht. Dus ik heb de X-T2 en de X-T1. Die gebruik ik heel veel, die ga ik niet snel verkopen. Maar ik heb ook nog een X-E, of ik had beter, nog een X-E2. En dat zijn die compactere, met een alleen minder grote, heldere zoeker, met een lage resolutie van zoeker. Zo'n meer meetzoeker stijl van camera. En ik was er eigenlijk nog niet uit of ik hem wou verkopen of niet. Ik had hem zelf tweedehands gekocht, maar ik gebruikte hem bijna nooit. En hij was nog wel in goede staat, terwijl dat mijn X-T1 is. Dus ja, hij had al wat verf verloren en dergelijke mee. Hij is al een keer hersteld geweest enzovoort. Dus die is er minder goed aan toe. Dus dacht ik, ja, misschien kan ik dan beter. Ik ben daarom eigenlijk altijd zuinig op die X-E2. Misschien kan ik dan beter gewoon die X-E2 verkopen als ik hem toch bijna nooit gebruik, omdat ik er zo zuinig op ben. Dus, dan heb ik dat gedaan. Ja, sorry, ik ben een beetje verkouden. Dan heb ik dat maar gedaan en ik dacht, ik was er nog niet helemaal uit of ik hem wel ging verkopen of niet. Dus ik had hem op eBay geplaatst, maar met een vaste prijs en met de mogelijkheid van een voorstel van prijs. Want normaal gezien op eBay, als je iets wil verkopen, hetgeen dat altijd wel werkt, is vanaf nul beginnen prijs en dan gaan mensen daarop bieden. Maar vooral op de laatste minuut. En dan loop je een beetje het risico dat hij voor niet veel geld verkocht wordt op het laatste moment. Nu, dat is het leuke aan eBay koper. Als verkoper is dat minder interessant. Maar als je iets op eBay zet, direct met een hoge vraagprijs. Of met een normale vraagprijs zelf. Dan krijgt dat bijna geen views en dan raakt dat ook bijna niet verkocht. Dus ik dacht, oké, ik zet het al online, maar ik zet er een vaste prijs bij. Dus dat zal toch niet veel opleveren. En de volgende dag was het gewoon verkocht aan mijn vraagprijs. En ja, dat is eBay. Dan als je verkoper registreert verkocht is, dan moet je als, ook als verkoper moet je daarmee verder gaan. Hij verbindt er u toe. Dus die is verkocht. Een klein beetje onverwacht eerlijk gezegd, want ik had gedacht dat er voorstellingen gingen binnenkomen, als er al gingen binnenkomen. En dat ik dan op basis daarvan ging kunnen zeggen, oké, zoveel kan ik er nog voor krijgen. Maar je kunt eigenlijk bij elk voorstel een tegenvoorstel doen. Of gewoon elk voorstel negeren als je niet, of afwijzen beter, als je niet genoeg krijgt. Maar hij is dus verkocht. Straf. Ik heb nog maar 2 Fujifilmbonden. Nee, 3. Ik heb ook nog een XM1, maar die ligt, die gebruiken mijn ouders. Maar ik heb nog maar 2 Fujifilmbodies dat ik dagelijks gebruik. We gaan vandaag fietsen. Ik ga met de 18,55, nee, het is 16,55. Ik zeg altijd 18,55, maar dat is eigenlijk die compacte, die kitlens is een 16,55. Hetgeen dat nu gemonteerd is op de X-T2 daar is een 16,55 vaste opening van 2,8. Tip als je gaat fietsen met zo'n weer, het is geen te goed weer. Lagen, verschillende lagen aan doen. Dat ga ik nu ook doen. En 16 mm is eigenlijk echt wel nog vrij breed hoor. Blijkbaar, ik zou zeggen, gebruik altijd een helm. Maar blijkbaar, er zijn onderzoeken die aanwijzen dat je met een helm minder veilig bent in het verkeer. Omdat andere bestuurders minder opletten voor fietsers met een helm. En dus gevaarlijker dichterbij komen met fietsers met een helm. Terwijl dat ze verder afblijven en voorzichtiger zijn tegenover fietsers zonder helm. Nu los daarvan, ik fiets waar dat er weinig verkeer is. Dus voor mij is dat niet van toepassing. Plus, als je ten val komt, gelijk of dat door ander verkeer is of door de weg of gelijk wat, is het toch nog altijd beter dat je op dat moment een helm aan had. Dus ik weet nu niet of dat je, omdat dus andere bestuurders dichterbij komen omwille van die helm, dat je daardoor echt veel onveiliger bent dan wanneer je geen helm zou dragen. Maar ik wou het toch even meegeven. Ik heb met die 16,55 heb ik dus al, ik ben al op stap geweest. Naar de kerstmarkt, daar heb ik al een video van gemaakt. Waar dat ik mijn eerste
impressies geef en die waren goed. Hetgeen dat mij het meeste opviel, moet ik zeggen, storen? Ja, misschien wel. Hetgeen dat mij het meeste stoorde, was echt het gewicht. Dus als je dat vergelijkt met die kitlens, met die 16, nee, met die 1855 2.8 f4. Dat is een veel lichtere, veel compactere lens. En als het gaat over filmen, is dat eigenlijk ook een betere keuze in veel gevallen. Omdat daar stabilisatie op zit. Terwijl op de 16-55 f2.8 zit er geen stabilisatie. Nu, als je natuurlijk de XH1 gebruikt met daarin ingebouwde, in de camera ingebouwde stabilisatie, doet dat er niet toe. Maar als je wilt voortgaan op stabilisatie in lenzen, omdat je geen in je body hebt, ja, dan kan dat wel belangrijk zijn. Ik heb een nieuwe groepset voor de mensen die interesse hebben in fietsen. Dus die fiets kwam oorspronkelijk met Shimano. Geen 105, maar Sora. Je hebt denk ik 105, wat zo de beste budgetoptie is. Dan heb je Ultegra en Dura-Ice daarboven. En onder 105 heb je denk ik Tiagra en dan Sora en dan Claris. Maar dat was een 2x9. Dus dat was ten eerste al maar 9 versnellingen van achter, wat dan niet zoveel is de dag van vandaag. De meeste groepsets hebben 12 versnellingen achteraan. En eigenlijk zelf, de meeste komen nu met 12 versnellingen groepsets af. Dat is zo de laatste nieuwe trend. Ik heb nog geen deftige muts, maar dus met zo weer veel lagen, dat is de tip die ik kan geven. Geen paniek, ik ga niet over fietsen gaan de hele tijd. Ik ga gewoon met de fiets even naar het bos hier vlakbij. Een paar foto's gaan nemen met die 1655 en zo ga ik die 1655 beoordelen.